De Akasha-kronieken. De Akasha-kronieken zijn als een grote verzamelplaats of bibliotheek van kennis. We kunnen deze kronieken bereiken via ons onderbewuste en vooral wanneer we in een diepe meditatie zijn. Deze Akasha-kronieken die bevatten het pad van je ziel en iedereen kan er toegang tot krijgen omdat deze informatie heel nauw verbonden is met het universum. Net zoals onze geest ermee verbonden is. Onze gedachten bestaan uit energie en hetzelfde geldt ook voor de Akasha-kronieken. Daarom kunnen we er toegang tot krijgen. Deze kronieken zijn toegankelijk via ons onderbewuste. En in die kronieken kun je informatie vinden over de reis van je ziel en jouw levensmissie. In de kronieken vind je ook informatie over de mensheid als geheel, zowel over het verleden als de huidige situatie. Ons verleden bepaalt voor een groot deel wie we zijn en is heel belangrijk om ons levenspad te kunnen begrijpen. Maar het is gevaarlijk voor onze spirituele groei om te sterk emotioneel verbonden te zijn aan het verleden. We zouden in staat moeten zijn van het verleden te leren en door het verleden te groeien, maar het ook los kunnen laten. Het is ook belangrijk om te beseffen dat de toekomst nooit strak vast ligt. Hoe meer we uit ons verleden kunnen leren en daarmee kunnen omgaan, hoe makkelijker het is jezelf steeds bij te sturen op het vlak van wie je nu bent en wie je kunt zijn in je toekomst. Edgar Cayce, de Amerikaanse mysticus, die een opmerkelijk vermogen had om mensen hun ziel te lezen, keek vaak bij de Akasha-kronieken om informatie over iemands ziel te krijgen. Cayce ging ervan uit dat de Akasha-kronieken door het individu werden geschreven en dat ze het hele verhaal van ons leven bevatten, onze daden, onze gedachten en emoties. Hij meende dat ze zich voor ons openen zodra we ons afstemmen op het goddelijke binnenin ons. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is auteur van het sensatiehandboek De Verboden Geheimen van Persoonlijke en Energetische Ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van goede tips en adviezen.